Het niveau van de keepers is op dit WK tot nu toe niet om over naar huis te schrijven. Ja, maar gisteren die keepster van Chili, die pakte wel 15 ballen tegen Amerika. Dat die is best absoluut goed. Waar, maar zelfs onze eigen keepster Sari van Veenendaal ging in de fout tegen Cameroen. Ja, dat klopt. En een nieuw relletje is geboren. Want de in Zweden voetballende Loes Geurts, die zit al een tijdje handen wrijvend met de handschoentjes aan, klaar op de reservebank. Ja, en opportunistisch als wij zijn bij Bureau Sport, zetten we de reservekeepster Loes Geurts daarom eens goed op scherp in onze snoeiharde voorwaarden. Geen sporter is onschuldig en daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Spreken wij met mevrouw Geurts, mevrouw Loes Geurts, keepster van de Oranje Leeuwinnen. Daar spreekt u mee. Ik neem aan dat u begrijpt waarom we u bellen. Jazeker. Ja? Ja, nou ja, na het gewonnen EK, mevrouw Geurts, bent u een jaartje gestopt met voetbal vanwege motivatieproblemen. Dat kunt klopt. U ons verzekeren dat u nu wel op en top gemotiveerd bent voor dit WK? Zeker weten, anders was ik er niet bij geweest. Ja. Nu is het weer helemaal op en top. Nou, mevrouw Geurts, dan vragen we maar gelijk eventjes zo op de vrouw af. Wat heeft u er eigenlijk voor over om wereldkampioen te worden? Ik heb er alles voor over om wereldkampioen te worden. Een been? Ja? Als dat moet om wereldkampioen te worden, dan moet er een oplossing te vinden zijn. Dan noteren wij hier. En wordt het dan links of rechts, mevrouw Geurts? Links, alstublieft. Mevrouw Geurts, u bent 33 jaar, als ik het wel heb, hè? Dat klopt. De oudste speelster daarmee van de Oranje Leeuwinnen. Voelt u zich ook een beetje de oma van het team? Ik word wel de oma genoemd, maar ik voel me vooral de volwassenste. Maar u wordt oma Geurts genoemd? Af en toe, ja. Ja. En wat denkt u als u dat hoort? Dat spreekt gewoon respect uit, vind ik. Er is overigens een heftige concurrentiestrijd gaande met Sari van Veenendaal. Zeg eens eerlijk, mevrouw Geurts, haten jullie elkaar? Nee, wij haten elkaar absoluut niet. Maar er is natuurlijk wel een flinke strijd. Ja. Ja, maar laten we nou heel eerlijk zijn, mevrouw Geurts. Als mevrouw van Veenendaal in een Frans hotel van de trap afrolt, bent u niet ontevreden? Dan zal ik haar nog wel een zakje ijs geven. Dat dan nog net wel? Ja. Ja. Ja, we hebben toch eventjes gekeken en volgens een betrouwbare bron bent u slechts 1,69 meter. In de ochtend 1,70. In de ochtend 1,70? Ja? Ja, zullen we dan, proberen te bellen dat we de wedstrijden in de ochtend gaan spelen? Nou, dat zou prettig zijn. Ja, dat 1 centimeter, die kan maar net het verschil zijn. Ja, precies. Maar is dat niet een beetje klein, mevrouw Geurts, voor een keeper? Nee, maar als u mijn kuit heeft gezien, ik kan enorm springen daarmee. Dus dat hef ik gewoon weer op. Compensatie? Ja, juist. Ja. Kunt u dan hoger springen dan mevrouw van Veenendaal? Dat denk ik wel. Zou u dan eigenlijk tot slot nog even een klein zinnetje willen herhalen wat hier staat? Wij worden wereldkampioen, staat hier. Ik versta het niet goed, want ik spreek natuurlijk het meest Zweeds. Oh ja. Maar ik denk dat je zei, wij gaan proberen wereldkampioen te worden. We helpen u een beetje, we zeggen het wel even in het Zweeds. Ja. Vie blier veertmastare. Ja, hè? Ja, dat was goed geprobeerd. Heel goed. Ja, hè? Hoe spreekt u het dan uit? Ik kom er net even niet op. Nou, ik heb net het Nederlands gesproken. Nou ja, goed. Mevrouw Geurts, we danken u voor uw tijd en ook voor uw openhartigheid. Graag gedaan. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten.